Wij gaan praten met Leslie de Ruiter van Christie's. Je hebt een heel mooi nieuwbouwproject deze keer meegenomen. Wat kunnen we zien? Ja, het is best wel bijzonder, want het is in Rotterdam, project Eden District. Ontwikkeld door Blauwhoed, projectontwikkeling. Je doet altijd hele mooie projecten. Ja, nee, Blauwhoed staat er wel bekend, die hebben altijd het neusje van de zalm. De bouwer, hè, want Blauwhoed is natuurlijk echt een ontwikkelaar. De bouwer is Stebru, nou, die weet ook wel goed wat stenen stapelen is. En in dit geval gaat het om project Eden District in Rotterdam. En dat is een pakweg 100 appartementen. We hebben er nu 85 verkocht. Dus we hebben nog maar een paar te gaan. En waar ik het graag vandaag over wil hebben, zijn een aantal penthouses. Kijk eens aan, we gaan even kijken. In Rotterdam brengen we een bezoek aan Eden District. Een prestigieus bouwproject van Blauwhoed. Leslie, je hebt me meegenomen naar een historisch stukje Rotterdam. Waar zijn we precies? Nou, we zijn hier in het Lloydkwartier van Rotterdam. Blauwhoed staat er natuurlijk onbekend dat die altijd wat meer boven het gemiddelde ontwikkelen. En zo ook hier. Project Eden District is de crème de la crème van de meeste nieuwbouwprojecten die we in portefeuille hebben. Marcel, bezig met een zeer prestigieus project in Rotterdam. Wat zijn jullie hier precies aan het bouwen? We zijn hier Eden District aan het bouwen. Achter ons staat een hele grote torenkraan. Dat is een prijsvraag van 2 jaar geleden. Die hebben we gewonnen van de gemeente Rotterdam. 95 appartementen in totaal in het hogere segment. Rondom een binnentuin met prachtige buitenruimtes, penthouses. Het is echt in het midden van de Maas, waar die splits tussen de Schiehaven en de Maas zelf. Kan je gewoon straks prachtig wonen. Dat is echt fantastisch. Het gebouw zelf en de woningen, hoe gaan die eruit zien? De woningen zijn over het algemeen vrij groot. Er is ook bewust voor gekozen om hier grote woningen te maken. Dus we hebben zowel eengezinswoningen als tweelaags appartementen, als grote appartementen en penthouses. Zodat er ook behoorlijke diversiteit aan de bewoners gaat komen zometeen. Dus zowel gezinnen als alleenstaanden als samenwonenden. En met name dus in het hoge segment. 85%, meer dan 85% verkocht. Dus daar is het hele verkoopteam heel blij mee, vanzelfsprekend. Nu is de fase begonnen dat we met de penthouses in de verkoop gaan. En de laatste fase van de penthouses, dat zijn er 4. Hoge plafonds, tussen de 3 en 4 meter hoog. Dus dat schept extra ruimte. Kleinste penthouses 140 vierkante meter. Maar we kunnen ze ook samenvoegen. En dan gaan we zelfs door tot richting de 350 vierkante meter. Voor de woningen die nog te koop zijn, kan je daar nog invloed op uitoefenen wat betreft de indeling bijvoorbeeld? Ja, zeker, zeker. Behalve de constructieve wanden, zou ik maar zeggen, die natuurlijk nu worden gestort, kan je straks qua indeling nog echt volledig je eigen gang gaan. Met name voor de penthouses hebben we gekozen voor een flexibele opbouw van de vloer, waardoor je straks nog met leidingen aan de gang kan en echt je woonkamer, je slaapkamer echt nog naar smaak helemaal kan maken. En hoe worden de woningen opgeleverd? De woningen worden op de keuken na compleet opgeleverd. Dus sanitair zit er al in en de wanden behang klaar. Dus je kan met een paar kleine ingrepen zo erin. Parkeerplekken ook? Parkeerplekken, zeker. Iedere woning beschikt minimaal over 1 parkeerplek en de grotere woningen over 2 parkeerplaatsen. De terrassen zijn ook groot, tussen de 30 en de bijna 100 vierkante meter, dus ongekend. Je moet nog eventjes geduld hebben voordat je daar gaat barbecuen, want dat wordt ongeveer het eerste kwartaal van 2022 waar we op aankoersen. Maar als je op iets leuks wacht, dan gaat de tijd snel. Leslie, dit is vlak bij de Euromars. Ja, tenminste een beetje het verlengde daarvan inderdaad. Je hebt daar dat hele Lloydkwartier. En dat Lloydkwartier dat bruist. Dat is al voor een groot gedeelte ingevuld. Dus het is niet zo dat je helemaal op een nieuw stukje komt waar nog niks is. Alles is daar. Herman en Blijker heeft een fantastisch restaurant Goud geopend. En je zit natuurlijk aan de Maas. Het is niet zo hoog, want je ziet tegenwoordig hele hoge gebouwen in Rotterdam. Nee, Rotterdam staat natuurlijk bekend als hoogbouwstad. En dat heeft voor- en nadelen. Maar naast al die spectaculaire hoge gebouwen is Eden District heeft een beetje de menselijke maat. De penthouses die liggen grotendeels op de 8e verdieping. Dat is dan ook de hoogste verdieping. Waardoor je nog ook een beetje contact hebt met de grond. Wat me opviel, hele grote terrassen. Ja, en het leuke ervan is, juist omdat het natuurlijk niet extreem hoog is, maar dat je ook nog buiten kan zitten. Die terrassen, joh, het begint bij 30 vierkante meter, wat royaal is. Het gaat wel door tot bijna 100. Waar praat je nou qua prijs? Ja, we beginnen bij iets meer dan 900.000 euro. En dan gaan we door voor het XXL penthouse tot 2,5 miljoen ongeveer. Wat leuk is. 350 meter. Ja, maar we hebben het altijd over vierkante meters. Wat logisch is. Maar ik zeg ook altijd tegen onze makelaars bij Christie's, jongens, ruimte is driedimensionaal. Dus op het moment dat je een laag plafondetje hebt, is het wat minder. Hier ga ik op sommige delen tot wel 4 meter hoog. Dat is natuurlijk veel voor nieuwbouw. En in dat project hebben we naast de penthouses ook nog een aantal, dus de gewone appartementen, die overigens ook in het hoger segment liggen, die hebben we allemaal al verkocht. Er zijn nog een paar penthouses over
En ook een aantal herenhuizen die zeg maar in dat gebouw zitten. En die zitten zo'n beetje tussen de 5,5 en de kleine 8 ton. Wanneer wordt het opgeleverd? We kunnen niet sneller bouwen, want Stebru wil een heel goed project neerzetten. Stebru is de aannemer? Stebru is de aannemer. Een Hollandse aannemer? Ja, van de familie Steenbrugge. Familiebedrijf, heel degelijk. Ook met alle woningborgcertificaten, top. Niet voor niets, geselecteerd door Blauwhoed. We gaan opleveren, nog heel eventjes geduld, over iets meer dan anderhalf jaar. Okay, maar de kijker die nu kijkt en die wil het zien, hoe werkt dat? Ja, we hebben een prachtige brochure. Die laten we heel graag op ons kantoor zien. We kunnen hem toesturen. En als iemand het een beetje spannend vindt, dan kunnen we ook video bellen. Of we hebben uitgebreide informatie. Okay. Het leuke ervan is, op de bouwplaats, wel even helmpje op, krijg je van mij. En kaplaars aan, kunnen we ook al stiekem even een kijkje nemen. Oké. Okay. Leslie, je hebt ook nog een paar individuele projecten. Vlakbij Nijenrode in Breukelen, wat zien we daar? Ja, dat is eigenlijk 2 huizen voor de prijs van 1, zou je met een knipoog kunnen zeggen. Dat is een hele charmante, bijna romantische woonboerderij, topconditie. En daarnaast, heel serieus guesthouse, voor je privékantoor, atelier wat, of... Wat vragen we daarvoor? Net onder de 2 miljoen euro, 1,995. Gaan even kijken. Dank je. Nou, na een dag hard werken is het hier natuurlijk goed thuiskomen. We zijn nu in de woonkamer. Bijzonder leuk, charmant, lekker wit, licht. Mooie, beetje authentieke stijl, symmetric keukenblok. Met alle apparatuur die je maar kan wensen. Een kopje koffie. We zijn op dit moment in de master bedroom. Die bevindt zich zeer comfortabel op de begane grond. En die master bedroom, ja, die heeft natuurlijk zijn eigen badkamer. In totaal heeft dit woonensemble, dus de woonboerderij en het guesthouse tezamen, 7 slaapkamers, 3 badkamers en ik ga jullie met genoegen een aantal van laten zien. U dacht natuurlijk dat we er al waren, maar het tegendeel is waar. Want nadat ik u de authentieke woonboerderij heb laten zien, ga ik nu naar het guesthouse. Ja, dat guesthouse is natuurlijk eigenlijk gewoon een volwaardig huis. 160 vierkante meter groot. We zijn nu in de woonkamer, op dit moment in gebruik ook deels als kantoor. Fantastische boeltouwkeuken erin. Op de achtergrond het guesthouse. Ja, en het uitzicht op die tuin. Bijna 9000 vierkante meter eigen grond. Leslie, je verkoopt ook een hele woonwijk hè? In Vroondaal. Waar ligt dat? Ja, natuurlijk Vroondaal aan de rand van Den Haag. Eigenlijk een beetje in de driehoek. Kijk, Duin, Westland en Den Haag. En daar staat al een hele villa-wijk, Vroondaal. En daar gaat nu het tweede stuk van in verkoop. En hoeveel woningen zijn dat? 150. 150. Maar dat is wat redelijk in de prijs voor jou en doen. Ja, de woningen, we zijn nu met fase 1 in de verkoop. Dat zijn 51 woningen en die liggen kort en goed tussen de 420 en de 680.000 euro. Daar is 50% van verkocht? Nee, meer. Ze hebben niet stilgezeten. Mijn adjunct-directeur Ellen van den Berg verkoopt dat project. En we zitten inmiddels op 35, of 36 moet ik zeggen, van de 51. En wie is de aannemer? Roosdom Theijhuis heeft het samen met de Rotterdamse Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkeld. En Roosdom, kennen we natuurlijk allemaal, die bouwt het. We gaan even kijken. Als je een mooi huis gaat kopen, is natuurlijk het allerbelangrijkste locatie, locatie, locatie. En hoe perfect is dat voor de bakker bij het project Natuurlijk Vroondaal? Supermooi, midden in de polder, eigenlijk tussen Den Haag en het Westland in. Ja, dit is genieten. Nu zijn we verkoop met fase 1. Dat bestaat uit 3 types, type Walburg, Leizicht, type Loef. En die woon... variëren ongeveer van 400.000 tot 650.000 euro. Logischerwijs ook energiezuinige woningen. We hebben een EPC-waarde van 0, je krijgt een groene hypotheek. We hebben veel variaties qua indelingen. Het zijn diverse meerwerkopties. Dit is een voorbeeld van het aangrenzende project. Inmiddels 100% verkocht in recordtempo. En bij ons gaat de verkoop ook bijzonder goed, mag wel gezegd worden. Inmiddels 50% van fase 1 verkocht, dus we zijn lekker bezig. Dat wil zeggen dat er nog een aanbod is voor de snelle beslisser. Leslie, zo'n bootje is natuurlijk wel leuk, maar waar kun je nog naartoe varen daarvan? Ja, jij dacht natuurlijk dat we alleen maar heen en weer aan het varen waren. Zo is het niet. Je kan helemaal tot aan Delft toe. En als je daar helemaal bent, natuurlijk een superleuk stadje, maar dan kan je gewoon heel Nederland door. Je hebt nog één ander dingetje bij je. In de buurt van Gorinchem, Horenaar. Ja. Ik had nooit van de plaats gehoord. Nee, maar dat is dan toch een jammer. En dan ben ik heel blij dat ik het je vandaag kan laten zien, Harry. En hoe ligt dat nou ten opzichte van Rotterdam, Utrecht? Nou, dat is fantastisch. Horenaar is eigenlijk, je zou het niet denken, het middelpunt van de wereld. Want het ligt op een half uur afstand van Rotterdam, Utrecht, Breda en Den Bosch. En wat zien we daar? Ja, een gigantisch landhuis, een mansion, 700 vierkante meter groot.
Een zwembad erbij? Zwembad erbij, meer dan 5000 vierkante meter eigen grond. En voor 1.395.000? Ja, dat is minder dan 2000 euro per vierkante meter. Ja, ik vind het helemaal niet duur. Nee, het is ook bijzonder scherp geprijsd. En het is ook geen, waarom is het zo goedkoop dan? Nou, het is eigenlijk gewoon de markt, daar ligt een stuk. Niet iedereen wil daar wonen? Nee, maar op het moment dat je die visie hebt, dat je zegt van ik ga in het paradijs wonen, in het Groene Hart, hè, de Alblasser Waard althans, midden in die strategische ligging, ja, dan koop je hier wel heel veel waar voor je geld. We gaan even kijken. Dit is een uitermate royaal landhuis, midden in de Alblasser Waard. 750 vierkante meter bijna vloeroppervlak, meer dan 5000 vierkante meter eigen grond. En we beginnen in de uitermate riante living. Elk raam is eigenlijk een soort levend schilderij, meer dan mooi. Nou, zoals gezegd, de zeer royale living, onderverdeeld in hier middels een schuifdeur toegankelijke grote werkkamer, de eetkamer, die als een soort open floorplan, wat je in Amerika ook veel ziet. Die woonkeuken die grenst aan dat gigantische terras, wat u net al eventjes op het filmpje zag toen we nog buiten waren. En we beginnen hier in de master bedroom, met daar om de hoek mooie walk-in closet, een aangrenzend balkon en voor de master bedroom ook de eigen badkamer. In totaal kent deze verdieping 4 slaapkamers. Ik laat er nu nog eventjes eentje zien. Hier wederom met heel mooi uitzicht. Hoe dan ook, een gigantisch groot zwembad zoals gezegd. Daarachter Turk stoombad, sauna, hele wellness area. Hier nog een lekker zitje. Het is in ieder geval overduidelijk. Deze fantastische tuin vormt een perfecte twee-eenheid met dat fantastische XXL landhuis. Leslie, ik zag Willem heel geïnteresseerd kijken. Die zoons, hij gaat over de inkoop van de woningen. Dus ik zou even een babbeltje straks maken. Ik ga het gelijk doen. Bedankt voor de tip, Harry. Oké. Okay. Nou, fijn dat je er even was. Tot volgende keer.